wat moeders wel niet allemaal over hebben voor hun kinderen. Oké, ik heb dus een probleem. Kun je nou dit ding er al uit? Ja, Memphis is de laatste. Dan slaan we op de bank alsnog. Ze gaan meteen er ook afhalen. Ik vind het altijd zo'n oppepper om de dag te beginnen met een gezond ontbijtje. Zo, mijn broodje heb ik hier dus al helemaal opgegeten. Dat is echt mega lekker. Echt lekkere donkere druiven. Love it. En natuurlijk altijd groene smoothie. Nou, nu is het eigenlijk wel een late ontbijt geworden. Omdat we eerst nog boodschappen gingen doen. En we hadden niks in huis. Dus het was best wel chaos. Maar uiteindelijk heb je er wel wat voor. Mijn broodje had ik al opgegeten. Sorry, ik wilde een film. Ik had zo'n honger. Je moet echt nooit boodschappen doen wanneer je honger hebt. Want je wilt echt alles in je winkel moet stoppen. Maar ja, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb me wel beperkt. Maar ik kon echt niet meer met broodje filmen. Ik had zo'n honger, you guys. Maar ik heb nu lekker gegeten. En nu ga ik even lekker met druifjes op eten. Mijn heeft ook al 4 boterhammen op. Dus dat gaat ook wel goed. Oké, ik heb dus een probleem. Mijn slotje zit los hier. Een hele draad steekt hier uit. En die moet losgeknipt worden. Want ik kan pas donderdag terecht bij de tandarts. Dus ik weet nu niet hoe ik het... Ik heb net gegoogeld en waarschijnlijk kan ik het doen met een nagelschaar. Iedereen zijn nagels zijn knipt. Maar ik moet dus nu dus dit hier los krijgen. Dus ik denk dat een schone moeder dat dan even gaat knippen. Kijk aan hangen, monkey. Monkey trouble. Mick, waarom knip je hem niet gewoon los bij mij? Nee, daar hou ik niet van, man. Hoezo als niet? Als je iets verkeerd doet bij mij, dan... Ja, maar jij doet niks verkeerd bij mij. Hé? Hey? Ja, nou, kan dat. Daarom is er speciaal een tandarts voor dat soort dingen. Oh. Hier, kijk maar. Het staat hier. Uitstekend prikkend draad. Dit is volgens mij wel dik genoeg. Ik ga hem even met kokend water ontsmetten. Nou, operatie. Let op. Let op. Waar is Nick? Dan kan Nick even op Memphis letten. Niet aan de lippen. Doe jij je lippen van beneden trekken, anders dan heb je straks een... Alleen die onderlip hoeft niet aan. Ik ook. Mijn clip. Ik heb geen kracht voor, Nicky moet het doen hoor. Dat zit hier. Kun je nou dit ziekte er dan al uit? Ja! Wat een mama! Ja, steek nog een kleintje. Zie je, misschien kan je die even terugduwen met je zachtjes. Ja, ik weet niet, hij kan het hier ook helemaal uit. Ja. Wat ben je nou aan het doen? Spider-Man. Ben je Spider-Man? Ja, ik ben Spider-Man. Lekker met plakkerij is dit, hè? En neppe bieverreetjes. Nee, die neppels zijn echt, kijk maar. Lijken wel echt, hè? Nee, maar ze zijn echt. Ze zijn niet echt. Het is geen echt eten. Of is het geen nep eten? Oh ja. Eten. Maar ik bedoel geen echt vlees, dat bedoel ik. Bij de handje. Ben je zenuwachtig voor morgen? Nee. Ik zal wel zenuwachtig zijn.
gaat wel pijn doen, hè? Zeggen ze toch? Ja, ze zeggen dat je teen wel gaat missen. Je gaat dan niet je fantoom, teen amputeren? Fantoompijn. Echt? Teenamputatie. Is dat echt zo of lul je nu? Ja. Je lult nu, hè? Nee, als iemand zijn arm of zijn been of zijn teen of whatever kwijtraakt, dan voelen ze hem nog wel terwijl hij er niet meer is. Ja, maar jouw teen zit er toch nog? Nee, ze gaan mijn teen er ook afhalen, mijn hele teen. Nee, rot dan man, nee. Serieus? Nee, ze gaan alleen je nagel eraf halen, ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ik weet dat je heel graag Spider-Man wil zijn, maar niet Spider-Man op de eten. Lijkt wel echt echt hoor, vind ik. Ik ga zo Nick wegbrengen naar het ziekenhuis, want hij gaat zijn nagel van zijn teen eraf halen, te halen. Daarna heb ik met Memphis lampionnenloop op de kinderdag, of nee, op de peuterspeel. En daarna heb ik nog een heel filmpje te editen voor vanavond. Dus zoals altijd is mijn planning sucks big time. Oh. En dat gedoe met mijn beugel is ook echt niet plezant. Het zit nu al beter. Kijk eens wat ik weer aan het kijken ben. Met mijn lekkere havermoutje. Heerlijk, I love it. Nog helemaal stoom vanaf. Zo warm is. Moet je dan oplachen? Mijn pijn en mijn leed moet je oplachen. Ja, dat is best wel grappig. Maar het lijkt net een ijsje. Zo groot. Nou, doei. Doei. Blijf maar vooral zitten, hè? Ga maar weg. Hallo, ik moet in de regen met Memphis lopen. Ah ja, nou, ik loop liever in de regen dan dat ik zo'n pijn heb. Nou, zo'n pijn doet het ook weer niet. Auw. Even serieus, het regent echt freaking erg. Nick heeft zijn poot omhoog de hele dag, dus die kan helemaal niks. En het regent en we moeten met Memphis Lampion gaan lopen. In de freaking regen. Wat moeders wel niet allemaal over hebben voor hun kinderen. Oh my god. Ik heb daar dus eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, echt helemaal geen zin in, hè. Maar ja. Ik moet natuurlijk net alsof doen dat ik het hartstikke fantastisch vind. Dus we gaan even... Oké, ik ben nu bij MM's school aangekomen. Je ziet het ook echt aan me, hè? Ik vind het wel leuk. Kijk maar. Love it. Druk je nou rook? En daarna moet ik echt als een zonemieter editen. Ik denk dat ik rond 11:30 thuis ben. Dus 12, 1... En dan daarna, oh, ik zet mezelf altijd in zo'n lastige positie. Komen jullie mee? Ga maar die kant op. Memphis! Loop je mee? Niet vergeten hoor. Ja, hij moet slapen. Ja, die is moe. Ga maar, lopen. Die kant op. Ga maar, die kant op. Nou, die van mij is als allerlaatst, sluit die aan. Als allerlaatst komt Memphis aangekakt. En je kan nog een snoepje pakken daar. Ja, Memphis is de laatste. Loop maar, Memphis. Nou, pak maar een snoepje, schatje. Nou, wat een keus. Oh, heb je niet hoe hij die moet... Oh, ja. Wat gaat het nou worden? Oh, hij weet het wel. Ja, slim als een kleine. Die is ook voor jou, schatje. Kijk, je moet ze allebei. Zo, dankjewel.
Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Heel bedankt, hè. Mama, weet je mama? Oh, ja, maar nee, nee, maar loop maar, schatje. Hij zit vol een zak in. Ja, hij denkt vol is beter, hè, dan alle. Hey, doeg. Doei, doeg. Doei, doei. Echt een loopneus, my god. Jij mag het zeggen. Wat heb ik binnengekregen? Je Zara handpakket. Dat was minder enthousiast als dat je het net zei. Je Zara homepakket. Nee, weg mama. Waarom moet ik weg? Lekker weg mama. Ja, hij beschermt mij omdat ik pijn heb. God toch op man. Hé, hey, weg Memphis, mama moet weg. Oh nee, pas op. Pas op mama. Heeft papa auw? Ik heb papa auw. Kijk uit met die poppen. Oh. Ik zie hem daar zo voor aan. Zara home leeg gekocht, ja. Echt niet. En volgens mij hebben wij samen de Zara home leeg. Nee, jij hebt uitgekozen, ik heb betaald. Nee. Grapje. Ja, zou ik ook snel zeggen. Dan slaap je op de bank alsnog. Of je nou pijn in je voet hebt of niet? I don't care. Je moet beter verzorgen. Heb je geen brood voor jezelf gemaakt? Nou, ik heb net even lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Ik heb het niet gefilmd, want ik denk, ja, want anders wordt het filmpje wel echt mega lang. Dus ik dacht, nou, ik doe maar even snel. En dan ben ik nu klaar en ik ga nu lekker tv kijken. Ja, dat was het eigenlijk. Ik ga nu lekker tv kijken, nog wat editen, zoals usual. En dan ga ik lekker pitten. Dus vond je dit een leuke video, vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren. En als je dan toch abonneert, vergeet niet het belletje mee te nemen, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Ik upload video's over mijn chaotische moederleven. En gewoon helemaal hoe het is om mama te zijn. Gewoon hoe leuk het is. Ja, ik raad altijd zo vaak zoveel door. Ik weet niet wat dat is. Echt, ik moet echt minder praten, denk ik. Doei, doei!